Hi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mocht je nou zin hebben in de favoriete video, doe dan even een duimpje omhoog. En als je nou nieuw bent op dit kanaal, dan gaan hele toffe dingen aankomen. Ik zou zeggen, abonneer even als je nieuw bent hier en zet het belletje aan als jij een melding wil krijgen van mijn video's. En laten we dan maar gauw gaan beginnen met de video. Nou, ik ga beginnen met wat reinigingsproducten. Het eerste wat ik heel fijn vind zijn deze Alvira reinigingsdoekjes van de Action, 59 cent. En deze zijn echt goed nat, zeg maar. Waardoor je eigenlijk je make-up er in één keer afhaalt. Ja, ik vind dit gewoon hele fijne doekjes. Ik ga je eventjes een voorraadje van inslaan. Deze zijn echt super fijn. Zijn voor de gevoelige huid ook. Dit is een favorietje. En dat combineer ik dan ook met dit duo. Ik heb het al eerder laten zien. Dit is de Micelle Air water van die Nivea. 1 plus 1 gratis. Dus want deze fles echt 4,5 euro of zo. Deze heb ik zelf gehouden. Wat ik met die andere ga doen, abonneer even. En dat combineer ik met deze wattenschuiven, ook van Alvira, uiteraard van de Action. Ze zijn echt super groot. Alleen niet dat mijn spluizen niet, het is echt gewoon super fijn. En ik heb er 2 nodig om mijn hele gezicht te reinigen, inclusief mijn ogen. Dus deze zijn ook nog eens veel zuiniger in gebruik. Normaal gebruik ik echt 6, 7, 8 van die kleintjes en hier heb ik gewoon 2 grote van nodig. Dus in principe doe ik hier langer mee. Dit paletje van Catrice, het is Superbia volume 1. Deze is nog te koop bij de Ethos trouwens. Als ik dan researchen. En dit is een heel mooi palet met echt winterkleuren. Een heel mooi paletje. Ik heb al wat dingen uitgeprobeerd hiermee. Ik vind hele mooie wittige die je bijvoorbeeld hiermee zou kunnen combineren. Maar dit is echt gewoon een super mooi palet voor de herfst. Ik ben laatst bij All About Bettina geweest. Bettina, zij is ook beautyblogger. En ja, wij hebben eenmaal de luxe af en toe dat wij dingen krijgen die niet voor onze huid geschikt zijn. Niet onze kleur is. Of dingen dubbel krijgen, weet je. Ja, en dan ruilen we zo af en toe van spullen. En dit was een van de paletjes die zij dubbel had. En zij zei, oh, die moet je echt proberen. En ik ben hier blij mee. Nog een koeletje dat ik nieuw heb is deze van Clinique. Coole blush van Clinique. De Bashful Plum. Deze is niet meer te koop, maar ze hebben wel andere soortgelijke kleur, onder andere bij de Douglas. Maar dit is zeker ook een favorietje. En als deze ooit een keer opgaat, ga ik wel even kijken voor de vervanger van deze. Want ik vind hem echt oprecht heel fijn. En dan heb ik nog 2 highlightertjes. Ik heb er wel meer meegenomen vorige week, maar deze heb ik een paar keer gebruikt. En ik was hier echt super verbaasd over. Echt super mooie kleuren. Dit is een gold highlighter. Echt super mooi. Een hele mooie subtiele kleur. Ik hou hiervan. En ook een roze van de Ethos. Rose, goud en roze. Ik hou wel van een roze en een goud. Maar ja, roze hou ik echt van deze kleuren. Goud staat mij wel, maar dan moet het echt heel licht zijn. Knalgouden highlighters à la MAC. Nou, dat past mij dus niet. Bettina weet wel. We weten precies welke kleuren we kunnen ruilen, zeg maar. Deze zijn van de Ethos. Als het goed is, wel gewoon nog te koop. Ja, super blij mee ook. En echt favorieten geworden. Dan gaan we over op de lipkleuren. Een van de kleuren die ik al vaak heb gedragen is deze dry matte lipstick van B van de Hema. Dit blijft gewoon echt een van mijn favoriete matte liquid lipsticks. Die blijft echt gewoon 8 à 10 uur zitten. Dus ik ben hier helemaal fan van. Ik ben nog niet bij de Hema geweest sinds ik deze heb gekocht. Maar ik wil echt nog wel even een tweede kleurtje erbij halen. Want hij is die 5,5 euro echt oprecht waard. En dan heb ik hier nog even een gewone random lipstick. Wet n Wild. Hele mooie roze kleur. Ja, ik hou hiervan. En hij blijft redelijk goed zitten. Hele chique verpakking ook. En ik ben hier echt blij mee. En je ziet ook wel dat die highlights zich heel makkelijk laten verwijderen. Dat vind ik echt super fijn. Dan heb ik hier nog een lipstick. En ik dacht eerst van, ja, wat moet ik hiermee? Dit is een lipstick en hier zit dan een balm aan. Is dit nou? En ik kwam er dus achter dat het dus een de L'Oreal Infallible is. En ook dit kleurtje heb ik uit de weggeefbak gegrabbeld. En deze heb ik gisteren gedragen en hij zit als een huis. Deze doe je op, die laat je goed opdrogen. En dan doe je deze eroverheen als die goed opgedroogd is. Zodat je lippen niet droog worden, zeg maar. Ik vind het helemaal top. Ze zijn wat aan de prijs. Ik geloof dat deze 16 euro is bij de Kruidvat. Maar als je ziet hoe goed die is, is het geld wel waard. En ik ga denk ik kijken of ik nog eens een ander kleurtje kan vinden. Want ik vind de formule oprecht heel fijn. Balm die zorgt ervoor dat het gewoon smooth blijft zonder dat het afgeeft. Ja, ik ben hier gewoon helemaal fan van. Ja, je smeert het maar 1 keer op en hij dekt, bij mij dekte die na 2 laagjes. Dat heeft denk ik wel met mijn huid te maken. Dan. Ik ben hier fan van. Ga ik naar de lipverzorging en ik heb 2 producten. Deze heb je wel voorbij zien komen. De Beautifying Lip Oil van de Hema. Een hele simpele lipolie.
Deze doe ik meestal 's avonds op als ik bijvoorbeeld een matte liquid heb gedragen. Want mijn lippen worden dan zo droog en velletjes. Vooral bij deze merk ik dat nu heel erg. En deze was 3-4 euro. En dan heb ik hier nog een lipscrub. Deze is ook echt heel erg fijn. Hij was echt de helft van dit grote, dus ik heb hem al aardig gebruikt. Ik doe dat 's avonds als ik mijn skincare routine op heb gedaan, laat ik dit even een half uurtje zitten, haal ik het eraf, doe ik er een andere lipbalm op. En dit is de Lips Sugar Scrub en Balm van Catrice. Ja, mijn Catrice stash wordt uitgebreid. En deze vind ik gewoon super fijn en ik ga even een backupje halen. Nou, dan waren dit de favorieten voor de maand oktober alweer. Het is de maand snel gegaan. Dus over een maand is het al bijna december, kerst en alle leuke dingen. Nogmaals, vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren als jij wil weten waar die tweede heen gaat. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie weer in de volgende video. Bye!